Ronald vanuit Heusden, we kennen jou als de man die nieuws presenteert, nieuws verslaat, af en toe ook eens sport presenteert. Ja. En jij bent hartstochtelijk Feyenoorder. Ja, mijn hele leven al eigenlijk. Met de paplepel ingegoten. Ja, als klein kind inderdaad in mijn schoentje van Sinterklaas al. Feyenoord sokken, Feyenoord shirtje, Feyenoord broekje, Feyenoord posters. Kortom, ik ging niet heel veel naar de Kuip in die tijd. Maar ja, dat Feyenoord, dat zit echt wel in de genen bij mij, mijn hele leven. Ook al ben ik niet een totaal doorgeslagen Feyenoorder. Want ik waardeer ook als Ajax of PSV mooi speelt. Kan ik er ook van genieten. Want zonder Feyenoord geen Ajax, zonder Ajax geen PSV, Feyenoord, afijn, ze hebben elkaar nodig. Dus nee, maar ik ben een fanatiek Feyenoord supporter. Aanstaande zondag kunnen we ook jouw support dan rekenen in dat opzicht bij Feyenoord. Ajax, Feyenoord, toch nou de wedstrijd dat de laatste jaren niet heel goed is verlopen vanuit Rotterdams perspectief. Maar als we dan eventjes in de geschiedenisboeken gaan bladeren, dan zijn er wel wat edities die jij best wel bewust hebt meegemaakt. Poeh. Ja, opa vertelt. Ja, ik kan me herinneren. Ik heb het even uitgeprint. Ik moest even in mijn geheugen en in het Google-archief duiken. Maar Ajax Feyenoord in 1981, oftewel 19 augustus, daar was ik bij. Ik kan me herinneren, ik had een oom in Amsterdam die van goede punkmuziek hield. En daar hield ik ook van. Dus dan ging ik daar een weekendje heen. En toen was zijn buurman, dat was een fanatiek Ajax-supporter, die had een kaartje over voor de wedstrijd in het Olympisch Stadion. En of ik meeging, ik zei, ja, maar ik ben Feyenoord. Ja, dat maakt niet uit, joh. Dan juich je toch niet. Nou ja, het werd uiteindelijk 1-1. Bij rust stond het 1-0 voor Ajax. En in de tweede helft scoorde Jan van Deinzen de gelijkmaker. Ja, ik heb natuurlijk toch al spikkie nog aan staan juichen daar. Zo, dat werd niet door alle mensen om me heen gewaardeerd. Maar ja, het was nog een beetje voor de tijd van de hooligans. Dus je kwam er nog behoorlijk mee weg. En misschien had het ook met mijn statuur te maken. En men zag natuurlijk ook dat ik toen al een heel scherp oog had op de wedstrijd.